Hallo en welkom vanuit het hoofdkwartier van, moet jij weten, producties, heet ik jullie een hartelijk welkom. Welkom. Het woord producties, dat behelst natuurlijk in zich dat hier keihard gewerkt wordt. En niks is minder waar, want als er ergens hard gewerkt wordt, dan is het hier wel. Maar goed, dus ook... Bereikte mij zojuist de vraag van... Joh, Finn, is er leven na de dood? En Vincent zou Vincent niet zijn als Vincent daar niet een passend antwoord op zou hebben. Maar de vraag, is er leven na de dood? In die vraag zit al dat jij de leven en dood als iets afgescheidens ziet van elkaar. Alsof het los staat van elkaar. Het staat niet los van elkaar. Weet je... Het leven is eindig. Net zoals alles in deze realiteit eindig is. Maar wat jij bent, is oneindig. Bewustzijn. De kracht, de bron. Hoe je het ook wil noemen. Wat jij bent, is oneindig bewustzijn. Laten we het maar bewustzijn noemen. En in dat bewustzijn, in die kracht, die scheppende kracht, die... Goed, maakt niet uit. In dat bewustzijn... is er geen leven en dood, geen goed en kwaad, geen licht, geen donker. Daar is alleen maar. Dus, leven en dood, ja. Het leven is, de dood is. Het leven is slechts een illusie. Een hele mooie illusie. Maar goed, het is maar tijdelijk. Maar wat jij bent, is niet tijdelijk. Dat is altijd. Dus, ja... Ik denk dat dat wel een antwoord is op je vraag. En zo niet, ja, moet jij weten. Hallo.